Het is een beetje een rare dag bij Galerie De Paardenstal, vlakbij Espel. Bob en Ada Burg hadden zich de opening van hun laatste expositie anders voorgesteld. Nou, we gaan door tot het Tulpenfestival en dan zijn er heel veel bezoekers in de polder. En, nou, dat is een mooie gelegenheid, om dan zijn we elke dag open ook. Dus dan gaan we de laatste expositie doen. Maar corona gooide roet in het eten. Ze konden niet openen bij het Tulpenfestival, maar doen het op deze zaterdagmiddag. Geen tientallen of een kleine 100 man bij een opening, maar kleine groepjes verspreid over de dag. Ze proberen ervan te genieten, want je kan na 12,5 jaar maar één keer een laatste expositie organiseren, maar het voelt toch vreemd. Ja, dat is het ook wel. Het is wel een beetje vreemde dag. Alles, ook door corona is het een beetje vreemd, maar sowieso is het een beetje een weemoedige dag. Het is voor ons een prachtige tijd geweest. Dus, we zijn op een leeftijd begonnen dat ze zeiden van nou, daar begin je nog aan. Maar we hebben het niet willen missen. Het runnen van een galerie neemt veel tijd in beslag. En dan word je ook nog een jaartje ouder. Vooral het onderhouden van de beeldentuin was zwaar. Snoeiwerk van de hagen, het gras knippen, daar was ik dagelijks mee bezig. Buiten de openingstijden om, want ja, als de bezoekers waren, ja, dan kon je toch niet met grasmachines hier in de weer zijn. Sinds een jaar staat een tekoopbord in de voortuin, maar het is er nog niet gelukt de woning en de galerie van de hand te doen. Het doet ze wel een beetje pijn dat het kunstinstituut in de Noordoostpolder niet wordt voortgezet, maar ze kijken terug op mooie jaren. Als we een expositie ingericht hebben, dan gaan we altijd eerst even met z'n tweeën er zitten met een glaasje. En dan gaan we eerst even zelf van genieten van hoe voelt dit en heel spannend ook van hoe wordt het weer ontvangen. We nemen hele mooie herinneringen mee. Ja, we hebben geen moment spijt van gehad. Tot en met augustus kan de galerie nog worden bezocht.